Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Hey, ik ben Thomas Wellens. Uh, ik ben kandidaat voor het Vlaams parlement op de 21 e plaats. Uh, ik ben afkomstig van Berlaar, dat is gelegen in de Antwerpse Kempen. En, uh, tijdens mijn dagelijkse leven ben ik actief als adviseur leefmilieu en Klimaat en Waterbeleid voor de Antwerps gedeputeerde Le Jan De Haas. Een ongelooflijk uitdagende en zeer boeiende job. In mijn vrije tijd ben ik uh, actief als quizzer in een heel leuke quizploeg. En uh, ben ik vooral bezig met het uh, alpinisme, dus het uh, ja, bergenbeklimmen. En uh, dat is een fantastisch leuke hobby. Waarom stapt u in de politieke strijd? Dat is een heel interessante vraag. Ik ben sinds enkele jaren actief op lokaal vlak en op regionaal vlak. Ik ben gemeenteraadslid in Berlaar en ook fractieleider voor de NVA. Ik zou nu graag een stap in eigenlijk verder zetten, omdat ik vooral in het, in het debat rond klimaat en rond leefmilieu, mis ik de, de, de wetenschappelijke onderbouwdheid en de objectiviteit. En ja, mijn passie ligt in het milieu en het natuurbeleid. En dat zou ik graag ja, willen omzetten in, 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 in het beleid. Welke quote heeft u gekozen? Uh, ik heb een quote gekozen van een van mijn grote voorbeelden van David Attenborough, een van de bekendste natuurdocumentairemakers en voorvechters van het uh, beschermen van de natuur. Um, ik zal hem even voorlezen, want het is nogal een lange quote. Um, it seems to me that the natural world is the greatest source of excitement, the greatest source of intellectual interest. It is the greatest source of so much in life that makes life worth living. Um, en ik heb wel die quote gekozen. En dat daarmee aantoont dat de natuur en onze natuurlijke omgeving een belangrijke bron kan zijn van inspiratie voor de mensheid. En dat het ook een omgeving is waar mensen tot rust kunnen komen en kunnen genieten van de, van de schoonheid van de natuur. En um, ja, ik, ik, ik wil de code eigenlijk gebruiken om ook aan te tonen um, dat wij als mensen heel veel kunnen leren uit de natuur. En dat wij ook uh, de innovatie uh, vaak kunnen stoelen op wat wij uit de natuur geleerd hebben. Um, en ik zou ook... ja uh, heel graag uh, wat dat David Attenborough op vlak van natuurdocumentaires doet, zou ik graag in het parlement uh, omzetten in beleid. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Dat vond ik persoonlijk een beetje een moeilijke vraag, um, maar ik ga nu niet met een verrassing afkomen. Dat is onze voorzitter Bart De Wever. Um, en in eerste plaats eigenlijk omdat hij ook vooral objectiviteit uh, heel hoog in het vaandel draagt. En hij kent ongelooflijk goed zijn dossier. Hij is van alles op de hoogte. Al is het over leefmilieu, gaat over klimaat, gaat over energie, gaat over waterbeleid. Hij is altijd op de hoogte van waar je over aan het spreken bent. En dat vond ik zo fantastisch. En um, ja, hij is echt, echt wel een voorbeeld om iets... Uh, allez, hij draagt iets uit waar je naartoe kunt streven. En daar zou ik ook heel graag naartoe streven, naar die dossierkennis. Wat zijn uw politieke interesses? Mijn politieke interesses zijn denk ik ook wel duidelijk geworden uit mijn vorige antwoorden. Um, ik hou me vooral bezig met natuur en klimaat, uh, het, het beleid daar rond. Uh, tijdens mijn dagdagelijks leven uh, geef ik advies uh, over leefmilieu en klimaat aan de Antwerpse gedeputeerden. En um, ik heb ook een opleiding gevolgd tot uh, ingenieur in de biochemie en ook water en klimaat bijgestudeerd. Um, ja, ik vind vooral dat het in het debat rond klimaat en milieu een beetje ontbreekt aan de natuurlijke oplossingen. Er worden heel vaak harde infrastructurele oplossingen voorgesteld, zoals isolatie, groendaken, daken, elektrische auto's. Terwijl men eigenlijk het allerbelangrijkste en de beste oplossing vergeet, en dat zijn bossen. Het herbebossen van onze omgeving, het herstellen van de ecosystemen. Dat is eigenlijk een van de goedkoopste en de beste maatregelen om de klimaatverandering en de biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ja, zoals ik al zei, het ontbreekt vaak in het debat aan objectiviteit en aan de, de wetenschappelijke feiten. En zeker in een debat als klimaat en natuur, ja, er zijn vaststaande feiten waar eigenlijk niet over gediscussieerd kan worden. Er kan wel veel gediscussieerd worden over oplossingen, maar dat gaat vaak inderdaad dan naar de harde infrastructurele oplossingen en niet naar de, ja, de voor de hand liggende oplossingen. De natuur heeft miljoenen jaren lang gewerkt aan de oplossing en dat is een boom. En uh, ik zou graag willen dat ze daarmee in het debat terug meer aan denken. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Uh, well, ik heb uh, mijn ijsbel meegenomen. Um, mijn ijsbel is eigenlijk een van mijn trouwste metgezellen tijdens mijn tocht in de bergen. Um, en ik heb hem eigenlijk meegenomen omdat hij een aantal jaren geleden um, heeft mijn leven heeft gered. Um, wij zijn gaan klimmen voor de cursus uh, alpinist in uh, Zwitserland, in het Gotthardgebied. En uh, ja, als moeder van de, van de, van de beklimmingen, uh, dat was het eindexamen eigenlijk, hebben we de noordflank uh, beklommen. En uh, ik moest voorklimmen. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk de route moet uitzetten uh, richting de top. En uh, de sneeuwkwaliteit was eigenlijk niet zo goed, het was ook heel warm aan het worden. En uh, we zijn naar beneden gevallen. We hadden geen ankerpunten staan, dus we zijn volledig naar beneden aan het vallen geweest. Uh, voor 300 meter, uh, 300 hoogtemeters. Uh, dus op een gegeven moment dacht ik van ja, het is hier gedaan, uh, het is de laatste keer dat ik kan genieten van die mooie bergen hier. Uh, maar dan had ik teruggedacht aan de opleiding die we hebben gehad en uh, dacht ik aan een techniek die we kunnen gebruiken, de self-arresting techniek noemt dat. En daarmee moeten we je uh, ijsbeil zo hard mogelijk tegen je schouder duwen en dan heel hard met je gewicht in de wand proberen te houden, dat dat punt zo hard mogelijk in de wand duwt dat je zo snel mogelijk afremt. En ja, die kans is relatief klein als je een hele hoge snelheid hebt, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Dus uh, ja, deze bijl heeft mijn leven gered uh, tijdens, die, uh, tijdens de val van de flank. Uh, maar niet alleen mijn leven, ook mijn, uh, mijn touwgroep, uh, waar natuurlijk in een touw was we bergen beklimmen. En uh, ja, ik heb die jongen ook mee naar beneden gesleurd en uiteindelijk uh, zijn we toch alle twee kunnen stoppen. Dus we zijn alle twee veilig terug uh, in de berghut geraakt. En ja, ik doe die sport eigenlijk omdat dat een, een, een plek is waarbij dat je. Uh, ja, in de natuur hè, en eigenlijk volledig afhankelijk bent van de, van de natuur. Er kunnen heel veel dingen mislopen, er kunnen rotsen naar beneden vallen. Kunnen, ja, de sneeuw kan, er, ja, kan ineens een lawine worden. Je bent daar terug overgeleverd aan, aan ja, echt waar de oermensen aan overgeleverd waren. Echt het, het natuurlijke. En dan mis ik een beetje in onze moderne maatschappij dat mensen heel ver afstaan van de natuur. en Ze weten niet meer wat dat de natuur eigenlijk kan bieden, wat dat ook de gevaren zijn, maar wat de natuur ook kan bieden aan de mensen. En um, ja, via mijn hobby probeer ik ook mijn, mijn familie en vrienden een beetje te terug uh, ja, goesting te geven en passie te geven om, om mee te gaan wandelen. Dat hoeft niet per se de bergen te beklimmen, uh, maar om terug mee in de natuur te gaan. En uh, dat is ook een beetje wat onze maatschappij een beetje ontbreekt. Dat is die connectie met de natuur. En uh, ik denk als we daar heel mooie omgevingen voor creëren, dus mooie uh, toegankelijke bossen. Natuur moet vooral toegankelijk zijn voor de mensen, dat ze ervan kunnen genieten. Dan denk ik ook dat ze er veel harder achter staan, achter die uh, politieke keuzes om dat te doen.